Welkom bij weer een nieuwe Artiest van de Maand. Een hele bijzondere dit keer. We hebben namelijk Nancy Kolen, beter bekend als Nans. Geboren in Asten, maar ging in Helmond naar school. Bekend van succesformule 24/7, solo-carrière en tv-presentatrice op de landelijke televisie. Ik ga kijken waar ze is. Nans! Yay! Yay! Welkom allereerst. Ik voel me vereerd om je hier in het Helmondse te hebben natuurlijk. Ja. Ja, dat is lief. Hoeft niet, maar het is lief dat je dat zegt. Ja, ja, want geboren in Asten. Een absolute Astense, ja. Met een zachte G. Met een zachte G. Ja. Hey, je woont al heel lang eigenlijk niet meer in het Brabantse. Nee. Langer in het noorden dan in het Brabantse. Maar ja, je gaat natuurlijk nog wel regelmatig terug voor familiebezoek. Absoluut, ja zeker. Maar ja, ik zeg altijd maar zo, je kan het meisje wel uit Brabant halen, maar Brabant niet uit meisje. Dus dat blijft er toch altijd in zitten. Die onthouden. Ja, ja inderdaad. Nou, heel veel gedaan. Als ik terugga, nog voordat het gehele zanggebeuren begon. Dus eigenlijk als kind zijnde wilde je, had je een droom. Mm-hmm. Dus had je dus ook echt de droom om in de showbiz en in de muziek te gaan? Of was dat iets totaal anders? Nee, ik had die droom wel. Want als jong meisje was ik al heel erg geïnteresseerd in muziek en dansen en optreden en op het podium staan. Ik had toen al alle popblaadjes, dus Madonna, Michael Jackson, Janet Jackson. Het ging allemaal gewoon aan de muur, dat werd opgeplakt. Dus ik had wel wat idolen waar ik tegenop keek. En ik zat bij de Dinky Dancers in die tijd. En dat was voor mij eigenlijk wel een beetje een opstap naar meer. Naar meer. Ja. En toen is het eigenlijk op hele jonge leeftijd begonnen. Ja. Vertel, want je bent ontdekt in Asten zelf. Ik ben ontdekt in Asten, in de Freebird. Nou, wie kent het niet? Ken ik ook nog, ja. Inmiddels is het een restaurant, maar vroeger was het een discotheek. En ik kwam daar als 15-jarig meisje iets te vroeg al binnen. Ja. Maar goed, weet je, Asten is wel een beetje ons, kent ons. Maar van heinde en ver, dus ook mensen uit Helmond, noem maar op, gingen daar echt al stappen. En ik kwam daar en de DJ die daar draaide, dat was Ruud van Rijen. En Ruud ging op een gegeven moment een single maken en die heette I Can Stand It. En dat heeft hij gemaakt met een robotstem en een rapper, MC Fixit. En op een gegeven moment wilde hij daar ook nog een andere versie van maken met een vrouwenstem. En toen had hij via gehoord van, hey, die Nens, die zingt wel eens in de badkamer. Ze is nog wel jong, maar misschien moet je er eens vragen. En toen ben ik op een dag bij hem geweest. Daar heb ik in de studio I Can Stand It ingezongen. En nou ja, toen ging ik weer terug naar school, want ik was dus hartstikke jong. En een half jaar later werd ik ineens gebeld van, jeetje, het wordt een hit in het buitenland. We moeten een clip opnemen en actie, reactie. Had je dat van tevoren ook durven denken van ik zing dit wel in, maar wie weet wordt het wel een wereldhit? Ja, het is wel heel lang geleden, dus ik kan me er niet zo heel veel meer van herinneren. Althans niet hoe ik toen dacht, maar je hoopte het stiekem wel. Maar het was eigenlijk meer van joh, even inzingen en we zien wel. Maar als je dan gebeld wordt van hey, het wordt echt serieus en we moeten een clip gaan maken, dan denk je oh, wacht. En vooral ook als je die clip staat te maken, dan begint ineens wel het kwartje te vallen van oh, dit zou wel eens een succes kunnen worden. Ja, en zo geschiedde inderdaad. Precies, het gebeurde, ja. Nou, toen was eigenlijk 24/7 geboren daarmee. Ja, nou, dan moet ik heel eerlijk zeggen, 24/7 was er al. Hè? Want Ruud van Rijen als is project. 24/7, ja. En 24/7 is een featuring project. Dus daar kunnen verschillende artiesten kunnen, zeg maar, deelnemen aan 24/7. Ik ben dan wel een van de langst deelnemende artiesten, zeg maar, zangeressen. Maar het heeft wel verschillende formaties gehad. Ja, inderdaad. En nou, featuring, hè, je zegt het zelf al. Maar vervolgens, die featuring duurde inderdaad heel erg lang. Ja. Voor jou, want vele hits volgden.
Ik herinner me als geen ander, Slave to the Music, 1993. Ja. Hoe kijk je daarop terug, de herinneringen? Nou, dat was een klein beetje een wisseling, want Slave to the Music was alweer na Captain Hollywood. Toen kwam Stacy erbij, waren we met z'n tweetjes nog maar. En toen werd Slave to the Music geschreven en geboren. En toen werd ons succes eigenlijk van Europa ging ineens naar wereldwijd. Dus dat was echt helemaal bizar. Toen was het klaar met optreden in Oostenrijk en Duitsland. Maar toen moesten we ineens tours gaan doen in Azië en Zuid-Amerika. En we vlogen naar Australië, Zuid-Afrika. Nou, toen was het hek van de dam. Toen was het gewoon gebeurd. Take your time, find a way to do control the line. Let the record get into your mind. And let it start to renovate. Do it good, do it now and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked on my music on the run. If you want to be high, take your score and give me more. En maak je, als je nu erop terugkijkt, ook heel bewust mee op dat moment? Of is het een soort, wat ik kan me voorstellen, dat het dan als een soort van roes langs je heen gaat? Je en hebt vergeet het te genieten, zeg ja, maar. Nee, je hebt het echt niet door. Het is een soort, ja, echt een rollercoaster, om maar eens een term te gebruiken waar je in zit. En pas veel later denk je van, oh, maar dat is er eigenlijk gebeurd. Je gaat beelden terugzien. Ik zie soms beelden terug op YouTube en dan denk ik, oh, dat waren wij. Bizar hoe al die mensen om ons heen reageerden met spandoeken en joelen. En we waren echt megasterren. En dat realiseer je eigenlijk helemaal niet zo. Op dat moment? Op dat moment, ja. Heel gek. Nu, anno 2021, heb je nu het idee dat je meer van dat soort dingen kan genieten? Inmiddels wel. Kijk, omdat je denkt van misschien, ja, het is toch wel heel bijzonder wat we meemaken. Zeker. In het moment zelf realiseer je dat niet, want het is echt werk. Het lijkt allemaal heel mooi, maar het is echt werk. Ik bedoel, je bent dag en nacht ben je bezig. Ja. En er is weinig tijd voor rust of luxe dingen of whatever, of vakanties en zo. Dat gebeurde gewoon niet. We gingen maar aan de lopende band door, 24/7. Achteraf gezien hadden we misschien wat vaker een rustmomentje moeten nemen. Dan waren de dingen niet geëindigd zoals ze zijn geëindigd. Want ik ga er verder niet te diep op in, maar Stacy en ik zijn op een gegeven moment uit elkaar gegaan. En dat was echt niet op een hele leuke manier. Heel jammer eigenlijk, want dat was toch het gouden achteraf duo? Achteraf gezien is dat zeker jammer. Dat had gewoon heel anders moeten zijn. Maar ja, wat ik zeg, we hadden die vakantie misschien een keer moeten nemen. Ja. Even die pauze in moeten lassen. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ik gewoon echt kon genieten van die periode. En dat uitte zich bijvoorbeeld in het feit dat wij heel veel gouden platen en platinumplaten hadden gekregen. En die stonden bij mij thuis in de garage. Die stonden echt zo in een hoekje met een doekje eroverheen. Ik had echt zoiets van, ik ga ze echt niet ophangen. Ik word er helemaal gek van. En eigenlijk pas sinds een paar jaar hangen ze aan de muur. Ach. Echt nog niet zo heel lang geleden. Okay. En nu kan ik er anders naar kijken. Ik word nu 's ochtends wakker en dan zie ik mezelf en Stacy als eerste. En er is een tijd geweest, dat je dat vervloekte niet. Ik dat plaatje. En nu denk ik van ja, maar je mag er eigenlijk ook gewoon heel trots op zijn. We hebben met 27 miljoen geluidsdragers verkocht. Dat is geen kattenpis eigenlijk. Nee, en dat realiseer ik me nu pas. Ja, ja. En nou ja, de grootste hits, Slave to the Music, Is It Love. Mijn persoonlijke favoriet, Take Me Away. Oh, die clip vond ik fantastisch. Oh, leuk. Ja, ja. Waar was die clip ook weer opgenomen? Die clip is opgenomen in Zuid-Afrika op de Tafelberg. Oh. Dat was bijna mijn dood. Ik wil zeggen, het zag er af en toe heel gevaarlijk uit. Het was super eng. We stonden echt op de rand van de Tafelberg. En het is niet zo dat ze daar een soort van berm of weet ik veel wat. Of een hekje hebben neergezet. Nee, helemaal niet. Het enige was dat ik samen met Stacy en er was een meisje van de productie. En dat zie je niet, terzij je het echt weet. Zij zitten onder een soort van camouflagedoek liggen zij tussen allemaal keien. En ik stond in mijn jurk op die keien. En ik had allemaal kralen zaten er aan mijn jurk. En op een gegeven moment komt er dus een helikopter. Ja. Die komt er aanvliegen, maar die komt veel te dichtbij. En door de wind ging ik echt helemaal. Dus ik. Waah, ik pleur bijna van die berg af. En toen heeft Stacy volgens mij zijn hand uit die doek gedaan. En die heeft gewoon die kettingen vastgegrepen van die jurk. En daardoor bleef ik staan. Anders was ik van de berg afgewaaid. Take me away. Ja, als je me daar ziet staan, je hebt zo'n topshot van bovenaf. En zie je ons daar staan, dan weet je gewoon van, oh, er ligt nog ergens een doek met twee mensen eronder. Ja, precies. Ja, dat weten we. En nou, 1995, toen kwam er ook
een andere carrière om de hoek kijken. Yes. TV-presentatrice op landelijke televisie en een solo-carrière. Bizar. Ja, dat was ook het jaar waarin het dus met 24/7 een beetje scheef ging lopen. En in dat jaar ben ik gevraagd door iemand bij Joop van den Ende van... joh, we gaan een datingprogramma gaan we doen voor RTL 5, dat heette Liefde Is. Met een groep meiden en een groep jongens. En dat was echt gebaseerd ook op die poppetjes die je wel eens in de krant ziet. Die Liefde Is poppetjes. Ja. En nou ja, ze zochten een presentatrice die bij de doelgroep zou passen. En dat was ik in die tijd. We kregen ook allemaal artiesten uit het buitenland. Die ging ik samen met iemand uitzoeken. Dus ik wilde de Scatman John wilde ik in de studio. Leuk. En we wilden Peter André moest langskomen en noem maar op. En wat ik het leuke vind aan dat programma is dat je de titelsong hebt, Love Is. En Love Is heb ik zelf geschreven met mijn inmiddels ex-man. Maar dat was mijn eerste solo single, Love Is. Love Is, en dat was ook meteen een hit. Echt een hit, ja. Yay! Maar het was eigenlijk dus een muzikaal uitstapje, maar wel wetende van... nou, als het een hitje wordt, dan kan ik daar wel mee door. Het was een combinatie van en een tv-programma en een tv-carrière. Nou ja, beginnen niet heel bewust, maar ik werd gevraagd. En daarna werd dat alleen maar meer. En die single kwam erbij en dat smaakte wel naar meer singles. Maar het was geen uitstapje van 24/7, dat was... toen al klaar. Klaar, ja. Het was echt meer van en tv en solo. Ja, wat ook eigenlijk lukte. Ja, ja, genoeg. Big Brother Is Watching You. Ja. Kiss It. Ook TMF Awards. Ja! Waar staan ze? Staan ze nog ergens? Ik zou niet weten waar ze zijn. Ik ben bang dat ik echt mijn ex-man moet bellen en zeggen van heb jij ze nog? Ik heb ze niet meer. Staan ze bij hem in de kast? Ja, het zou zomaar kunnen. Waarom van die hele grote dingen? Een hele grote, zat een lampje in. Ik zou ze best willen hebben, ja. Maar ik weet het echt niet. Ja. Misschien als hij dit ziet, dat hij denkt, oh, stuur ze wel even op. Ja, precies. Ja, precies. Hey, en nou, je link met Helmond, want we zitten hier in een bioscoopzaal eigenlijk, in de cacaofabriek. Vertel. Je wil het allemaal weten. Ik wil het weten. Ja. Nou, het heeft een reden waarom we hier zitten. Het heeft een reden. Nou, het begint bij het feit dat mijn moeder is een Houtse. Een Milo Houtse. Oh, kijk. En, het hout. Helmond uit het hout. Ja. En dat stond vroeger natuurlijk los van Helmond. Later is dat daarbij gevoegd. En nu is het een wijk eigenlijk, hè? Toch? Van Helmond. Zo Helmond mag het hout. Ja. Helmond het hout. En ik heb een aantal ooms en tantes die in Helmond wonen. Dus dat is al mijn link met Helmond. Maar ik weet ook dat we voor de eerste keer naar de bioscoop gingen. Naar Siske de Rat. In Helmond. In Helmond. Ja. Hey, en 24/7, de nieuwe single. Do You Want Me? Ja, dat hebben we dus wel gedaan. We hebben een single gemaakt. Ja, precies. Dat kan gewoon wel. En dat mag ook. Ja, maar dat is ook denk ik de bedoeling. Want kijk, we houden van muziek maken. Ruud is de producer. Had zoiets van, ja, wat gaan we nou toch doen? Beetje stilzitten, dat is niks voor ons. Ja, hij optreden zegt, kan niet. Maar... ik wil een single uitbrengen. Ik zeg, nou, kom maar door met de muziek. En het was een hele lekkere plaat. Dus ik heb hem lekker opgenomen. En nu zijn we hem aan het promoten. En het is een lekker nummer.
Nou, hoe kunnen fans jou vinden op social media? Nou, wat goed. Nou, ik heb sowieso een website, nens.nl, heel makkelijk. Op Instagram ben ik gewoon Nens Kolen, met een C, lieve mensen. En ik heb een Facebookpagina en dat is een ingewikkeld, dat is Nens247. Oh, van 24/7 natuurlijk, kom ik toch weer op die naam. Ja. Nens, dankjewel voor dit openhartig gesprek. Is het klaar? Het is te gezellig, hè? Het was heel gezellig. Jammer. Nou, we gaan de stad in. Helemaal goed. Dankjewel. Alsjeblieft.